films. Jouw 60ste boek, Janis Kaiman. Ik heb van jou een prachtig betoog gehoord over vrouwenvoetbal. Ik zit er heel druk in. Het wordt tijd dat als iemand zegt wat jij gezegd hebt. Het vrouwenvoetbal verdient aandacht. Hoe kijk je zelf daar naartoe? Ja, iemand moet het zeggen, maar ik denk, men moet het vooral doen. Hè. Ik bedoel, wij kunnen het roepen zo hard we willen. Ik wil het nog eens herhalen. Het Belgisch vrouwenvoetbal, het internationale vrouwenvoetbal, heeft dringend nood aan vrouwen aan de macht in de structuren. Niet morgen, vandaag. Begin ermee alsjeblieft. En het Belgisch voetbal, profliga, omkadering Red Flames, moet 3 stappen vooruit zetten. En niet alleen met woorden, maar eindelijk met financiële, want daar komt het op neer, ja. Met financiële daden. Doe het. Ja. Want het Het gaat inderdaad heel traag en er wordt gefocust op de mannenwereld. Ja. Maar uiteindelijk zijn de prestaties van de dames in stijgende lijn veel hoger. Ja. Dus als je ziet wat ze presteren op het EK. Ja. Je hebt 60 boeken geschreven. Jij komt eigenlijk uit de mannenwereld, voetbalwereld. Nu 2 van de vrouwen. Hoe vergelijkt die 2 eens? Zijn die opener? Is het moeilijker bij de vrouwen om erin te geraken? Of... Dat denk ik niet. Maar ik, moeilijk om te vergelijken in die zin, omdat de boeken die ik gemaakt heb, ook met voetbalclubs of met topspelers, ja, dan kreeg je natuurlijk per definitie de kans om die mensen te ontmoeten. Dat is zo. Dat is hier in het geval van Janis ook geweest. Maar ik denk dat het probleem in de omkadering zit. Er gaat veel te veel geld naar verkeerde figuren in het mannenvoetbal. En veel te weinig in het vrouwenvoetbal. Ja. En het zou goed zijn mocht men daar eindelijk eens iets aan veranderen. Ja. In Duitsland loopt op het moment een trend. Die willen niet meer over vrouwenvoetbal spreken. Die willen niet meer over mannenvoetbal spreken. Maar over voetbal. Is dat niet misschien de eerste stap die moet gezet worden? Want die vergelijkingen die gaan eigenlijk niet op. Ik ga me daar niet tegen verzetten. Maar ik weet nu ook niet of dat 100% noodzakelijk is. Omdat het uiteindelijk wel verschillende sporttakken zijn. Ja. Het is voetbal, maar het ene wordt door vrouwen en het andere door mannen gespeeld. En je hebt daarin misschien andere vaardigheden nodig. Hè? Dus zoals alle sporten tussen vrouwen en mannen wel verschilpunten hebben. Maar als het gaat om gelijkschakeling op alle niveau, namelijk omkadering, mentaal, lichamelijk en financieel, ja, dan ben ik voorstander van één en hetzelfde. Ja. Nogmaals, er is zoveel te veel geld naar verkeerde mensen in dat mannenvoetbal gegaan, dat die vrouwen recht hebben op een hele grote inhaalbeweging. Ja. Laatste vraagje. Als ik het vrouwenvoetbal bekijk, ik zit er al een aantal jaren in. Je ziet inderdaad onze omringende landen, zoals Nederland, met een voetbalcultuur stappen maken. Ontbreekt dat ook niet een beetje in België? Als ik vandaag kijk, er is eigenlijk in mijn ogen veel te weinig pers aanwezig hier vandaag. Ja, dat is dramatisch dat die media die zich nogthans hadden aangekondigd, het op het einde laten afweten omdat er ongetwijfeld weer meer interessante of spectaculairdere zaken te tonen zijn in het nieuws. Maar dan denk ik, je hebt hier een levensverhaal van een zeer... rijpe persoonlijkheid die 35 jaar is, die een beetje kan terugblikken op een carrière die heel weinig mannelijke spelers bij ons hebben gehad. Want wie heeft de 2 keer de Champions League gewonnen? Niemand. Ja. Wie wint er die wereldbeker voor clubs? Speelt daarin mee? Niemand. Wie speelt er 4 jaar bij de grootste club van het vrouwenvoetbal ter wereld, Olympique Lyon, vergelijkbaar met Real Madrid? Laten we maar zeggen, bij de mannen. Wie speelt daar op het hoogste niveau mee? Dat zijn er zeer weinigen. Hè? Dus Courtois is misschien de uitzondering. Mm. Maar voor de rest hebben we in ons voetbal eigenlijk niemand van het niveau van Janis qua prijzenkast. En qua intelligentie. Ja. Het gaat om intelligentie, om het brein en de benen. Ja. Ik zou zeggen, dank om deze promotie. Want dit is een hele goede stap in de wereld van het vrouwenvoetbal. Graag gedaan.